Wij hebben een melkveebedrijf met 380 melkkoeien. Die melkkoeien staan nu in twee stallen. Een traditionele stal met een melkstal. En de andere koeien staan nu in een nieuwe stal met drie melkrobots. Een serrestal. Wij baten dat samen uit met mijn ouders. Onze doelen liggen eigenlijk vooral in efficiënt werken, efficiënt produceren. Diergezondheid en koelcomfort vinden we heel belangrijk. Onze serrestal die is nu net 1 jaar in gebruik. Wij waren al van bij het begin dat we bouwplannen hadden heel overtuigd van we willen een serrestal. Wij hebben voor IDA Agro gekozen omdat wij heel goed konden samenwerken met hen rond ons ideeën. Zij kwamen zelf ook met ideeën aanzetten waar wij ons wel in konden vinden. Tijdens het bouwen zelf waren wij ook heel tevreden over hun manier van werken. Afspraak was afspraak. Alles wat we afgesproken hebben, dat hebben ze nagekomen. Dus dat maakte het wel heel fijn voor ons. Onze koeien zijn hier heel graag ook in deze stal. Goede lichtboxen, melkrobots die ze vrij kunnen gaan bezoeken. Onze koeien kunnen niet buiten. We hebben een grote veestapel en we willen het optimale van buiten zo goed mogelijk binnen creëren eigenlijk voor de koeien. Licht en lucht, die zijn gratis en je moet die binnenlaten. En we denken dat we dat met een serrestal op de beste manier kunnen. Het is geen mega groot gebouw dat er staat. Het past mooi in het landschap. De serrestal die we hebben, dat is echt een parasoleffect. Dus als je van buiten naar binnen gaat, je voelt dat ook echt. Dat is verkoeling dat op je afkomt. Dat dak dat warmt ook niet op, waardoor de warme periodes veel korter zijn. Dat zien we echt ook als een heel groot voordeel, omdat koeien snel hittestress hebben. Veel licht en lucht is niet alleen fijn voor de koeien, maar ook voor de boer of de boerin. Onze koeien zijn er zeker op vooruit gegaan, onze productie is gestegen. Het is alleen maar verbeterd eigenlijk. En de rust hier in de stal, dat is heel fijn om te werken. Voor de toekomst zien wij het nu vooral eerst optimaliseren. Maar we hebben onze stal ook voorzien om eventueel nog te kunnen uitbreiden. Dus we kunnen naar voren uitbreiden, we kunnen opzij uitbreiden. Maar dat gaat allemaal een beetje afhankelijk zijn van de wetgeving.